Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki gaat in DNA in op enkele brandende vraagstukken. Hoofdinspecteur Deekman geeft duidelijkheid over boetes bij lockdown-overtredingen. En foto-onthulling van gewezen ministers van openbare werken. De Nationale Assemblee heeft op maandag 11 januari een aanvang gemaakt met de algemene politieke beschouwingen die voorafgaan aan de behandeling van de begroting. Deze vergadering wordt op een later tijdstip voortgezet, omdat regering en DNA het met elkaar eens zijn dat er geüpdate documenten en informatie nodig zijn. De regering zal een nieuwe begroting en een nieuw jaarplan indienen. In 2 weken zal de regering ook het crisis- en herstelplan met de kanttekeningen van diverse groepen die gehoord worden, indienen bij de Nationale Assemblee. Hierna kunnen debatten vervolgd worden. President Santokki is op een aantal brandende zaken ingegaan. U hoort het staatshoofd. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ten aanzien van die brandstofcompensatie heb ik aangegeven, meneer de voorzitter, dat de minister al een paar keren ontmoeting gehad heeft. Hij is zelf ook naar Nikeri gegaan, maar hij heeft ook meetings gehad met verschillende agrarische groepen van de verschillende sectoren. Meneer de voorzitter, het is niet alleen de landbouwer, maar ook de visserijsector valt eronder. Dus nogmaals, er is een procedure en systeem ontwikkeld. En ik ga de minister vragen om dat schriftelijk aan uw graag college te sturen, wat de stand van zaken is met betrekking tot brandstofcompensatie. Ten aanzien van de woningproblematiek, en hier wordt als voorbeeld aangehaald, namelijk de situatie van Paramaribo Noord, de zogenaamde Dalian-woningen, meneer de voorzitter. En voor de sinds ons aantreden hebben we een totale inventarisatie gemaakt van de woningbouw, de lopende projecten, de instituten, de internationale organisaties en landen die betrokken zijn bij de woningbouw en ook het nationale beleid van de regering, de vorige regering, om op basis van alle verkregen informatie te komen tot een goed gestructureerd en geordend woningbouwbeleid, meneer voorzitter. En de eerste inventarisatie is namelijk dat er verschillende instituten waren, organisaties waren die zich bezig hielden met de woningbouw. Zo hebben we een instituut daar bij de SPSB, Surinaamse Postsparbank, aangetroffen van een bouwfonds. Zo hebben we ook in het parlement 2 andere instituten goedgekeurd, namelijk bouwfonds en financiering bouw. Allemaal hier in het parlement goedgekeurd die niet operationeel zijn. Maar vervolgens hebben we ook de Stichting Volkshuisvesting, die op dit moment geen primaire verantwoordelijkheid heeft voor de bouw. En dan hebben we weer een project, Affordable Housing, weer een ander team dat zich bezighoudt met de bouw, waarvan de financiering loopt via de Islamic Bank, meneer de voorzitter. Vervolgens zien we ook een bevriende land, de Chinese regering, die ook in feite grenzen geeft voor de woningbouw van 300 woningen. Al langer dan 2 jaar. En dat deze woningen niet gebouwd kunnen worden. Omdat daar tegen hun gezegd geworden was dat wij geen grond hebben. Maar inmiddels hebben we een totaal overzicht gehad. En dan zie je hoeveel grond er is. Van de staat. Ik geef even dit aan als er zijn inventarisatie. En ja, dan komt het project ook van Noord in beeld. Wij bekijken alles op basis van integraliteit. Waarbij wij als regering uitgangspunten hebben, namelijk elke Surinamer maakt aanspraak op een woning. We gaan bouwen op basis van goede inventarisatie. De woningen die allemaal daar gebouwd zijn, die zullen beschermd worden. De woningen die toegewezen zijn tijdens vorige regering, die gaan we ook beschermen. Maar we gaan wel voorkomen dat in ieder geval woningen onrechtmatig daar bewoond zullen worden of gekraakt gaan worden. Daarvoor hebben we al politiebijstand ingeroepen. De rol van de heer Rusland is namelijk dat we hem belast hebben met de coördinatie van het heel clustergebeuren. Want los van de instituten die bezig zijn met de bouw, blijkt dat er ook ministeries verantwoordelijk zijn voor de bouw. Dus we brengen alles bij elkaar.
openbare werken, GBB, natuurlijke hulpbronnen brengen, sociale zaken brengen bij en plus de instituten. Dat is de werkwijze van deze regering, geordend, gestructureerd op basis van goede planning, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, dat van de goudconcessies in het binnenland. Het blijft onze aandacht trekken. En de commissie ordening goudsector, welke onder coördinatie van de vice-president, is regelmatig bezig. De minister is regelmatig, ook in de verschillende concessiegebieden, omdat er meerdere conflict situaties zich voordoen binnen de concessiegebieden, meneer de voorzitter. Zo zijn er concessies uitgegeven waar leefgemeenschappen woonachtig zijn. Er conflict situaties ontstaan. In één case hebben we zelfs een rechterlijk vonnis gekregen, waarbij wij als staat verantwoordelijk gesteld worden. Deze regering wordt verantwoordelijk gesteld nu. We moeten al die zaken oplossen. Waarbij er onvoldoende opgetreden is door de staat. Waar bedrijven weer schade leiden. Onze taak is, meneer voorzitter, ordenen. Alle gebieden ordenen. De commissie ordening is bezig. Maar tegelijkertijd waken. Waken dat de rechten van tribale volkeren, van de inheemse volkeren, van een stamverband levende groepen, dat die rechten niet vertrapt gaan worden, meneer voorzitter. Dat we hun rechten wel gaan beschermen. En nogmaals, dit wordt allemaal in goed overleg aangepakt. En daar waar er staatsoptreden moet zijn door middel van enforcement, zullen we dat ook moeten doen. En wij zijn een voorstander van dat er goed overleg is met het traditioneel gezag, met die concessiehouders, om te komen tot een goede ordening wat dat betreft. Maar nogmaals, ik neem de informatie van het geachte lid Asabina mee en doorgeleiden naar de vice-president. COVID-steun, meneer voorzitter. Toen we aantraden hebben we gezegd dat we het COVID-fonds zouden evalueren. Het is onderworpen aan een evaluatie. Een deel van het resultaat wat zichtbaar gemaakt is, is gestuurd naar de klad voor nader onderzoek. Die zaken waar er tot nog toe onvoldoende informatie is, die informatie wordt nog gezocht. We vragen alle stukken, we willen alle stukken doornemen, we willen alle stukken laten onderzoeken. Of inderdaad de fondsen gegaan zijn naar die doelstelling waarvoor dat fonds in het leven geroepen was, meneer voorzitter. Inmiddels hebben wij na goedkeuring van het parlement weer de optie om financiële steun te krijgen. Maar nogmaals, meneer voorzitter, wij willen ook heel behoedzaam en voorzichtig omgaan met de fondsen, omdat het uiteindelijk gaat om monetaire financiering. En als je zoveel geld trekt en weer pompt in de samenleving op een onverantwoorde wijze, gaat het weer negatieve impact hebben. Dus wij als regering hebben beslist, na goed overleg binnen de regering, dat bedrijven wel ondersteuning gaan krijgen. En die bedrijven die directe slachtoffer zijn geworden van COVID, meneer voorzitter, kunnen zich laten registreren via de belasting. Dus die ondersteuning zal gegeven worden via de belastingstructuur, meneer de voorzitter. Tweede is namelijk personen en kleine ondernemers die het slachtoffer geworden zijn. Die kunnen zich aanmelden bij het ministerie van Arbeid. En daarbij is er een bedrag gecalculeerd welke men in aanmerking zou kunnen komen als COVID-steun. En voor alle individuen, mensen die al in problemen zaten, maar door COVID in een nog ergere situatie terecht zijn gekomen, daar is een registratiesysteem bij het ministerie van Sociale Zaken, meneer voorzitter. Maar nogmaals, wij hebben het beleid opgepakt en we zullen ervoor zorg dragen dat zij die in aanmerking daarvoor komen ook die nodige ondersteuning gaan krijgen, meneer voorzitter. Op basis van een goed verantwoord registratiesysteem en beoordelingssysteem, meneer voorzitter. En ja, regen, het regent. We zullen de zorgpunten doorgeleiden naar de minister van Openbare Werken. En vragen dat hij vooral in deze periode met extra input, extra aandacht de problemen aanpakt. Inderdaad, verschillende wegen, verschillende buurten zijn onder water. En dat is ook een verantwoordelijkheid van ons als regering om dat ook aan te pakken, meneer voorzitter. Dank u wel, meneer voorzitter. Het Korps Politie Suriname zal strengere controles uitvoeren als het neerkomt op lockdown-overtreders. Het KPS zal er ook niet voor schromen overtreders van de lockdown-regels te beboeten. In gesprek met de Communicatiedienst Suriname geeft hoofdinspecteur Deekman, woordvoerder van het KPS, aan welke vormen van overtredingen voorkomen en welke boetes daarmee gepaard gaan.
Die handhaving is sowieso een taak en een verantwoordelijkheid van het Korps Politie Suriname. En wij zijn gestart met het overbrengen van lockdown-overtreders. En het is gevolgd door het opleggen van boetes aan alle die de maatregelen overtreden. De overtreders kunnen beboet worden voor het niet opheffen van een mond- en neuskap. Daarvoor betaal je al een boete van 150 SRD. En degene die feesten, de bars en de dancings die open zijn, hun boete kan al oplopen in de duizenden. De lockdown-overtreders, dus zich op de weg begeven zonder reden, zonder enige noodzaak. Die zijn de meest voorkomende. Welke wij niet mogen vergeten zijn de georganiseerde feesten en de bars en dancings die dus open zijn. De politie legt dus de boete op en daar heeft de politie mandaat van de minister voor gekregen. Als de boete is opgelegd, gaat zo'n boete formuleren. In elk geval, het is in tweevoud. Laat me dat eerst stellen. Het is in tweevoud. De overtreder krijgt één exemplaar. En het andere exemplaar wordt opgestuurd naar het ministerie. De overtreder die heeft de gelegenheid om die boete te betalen binnen 7 dagen. Het rekeningnummer waar de boete betaald moet worden. In elk geval, alle informatie staat dus op het formulier. Als de overtreder een kopie van het formulier heeft gehad en de boete betaald heeft, dan krijgt de overtreder een bewijs van betaling. En dat bewijs kan eveneens worden gedeponeerd als bewijs van: ik heb betaald, ik heb mijn boete betaald. Als de overtreder de boete niet betaalt, heeft het ministerie andere bevoegdheden waar zij gebruik van kunnen maken om toch nog de kracht van die sanctie te laten werken. Die obstakels zijn heel erg verschillend. Er zijn burgers die gewoon niet willen meewerken, zich verzetten tegen het optreden van de politie. Ik zeg altijd als burger, mag jij je verzetten. Daarentegen heeft de politie de bevoegdheid om jouw verzet te breken. En als de politie genoodzaakt is jouw verzet te breken, dan val jij niet meer onder de categorie van lockdown overtreden. Dan word je een verdachte en dan gaan we op een andere manier met jou om moeten gaan. Dus dat is een van de obstakels. Ik maak gelijk gebruik van de gelegenheid om in het bijzonder de overtreders. In eerste aanleg vraag ik, zorg ervoor dat je gewoon niet hoort tot die groep overtreders. Kom je op een gegeven moment toch tot die groep te behoren, voorkom of laat het niet zo ver komen dat jij je verzet tegen de politie. Je maakt het alleen maar moeilijker voor jezelf. Andere obstakel waarmee wij te maken hebben gehad, zijn de grote groepen die bij elkaar zijn en zich als groep verzetten tegen de politie. Ook dan heeft de politie de bevoegdheid om jou anders te behandelen dan een simpele lockdown-overtreder. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft op maandag 11 januari 2020 de foto-onthulling gedaan van de gewezen ministers op dit departement. Oud-minister Cyril Ramkisoor was ook aanwezig bij dit heugelijk feit. Hoewel het ministerie ouder is, is gekozen om bewindslieden vanaf 1975 mee te nemen bij de fotopresentatie. Minister Noor Mohammed bedankte alle gewezen ministers voor hun inzet en merkte ook op dat het tijd wordt dat Openbare Werken een vrouwelijke minister krijgt.
Op de muur ontbreken twee foto's van twee oud-ministers. Er zijn geen portretten beschikbaar van Ahmed Karamatali, minister van 1973 tot 1980, en Willy Shenyu, minister tussen 1983 en 1984. De gemeenschap wordt gevraagd deze beschikbaar te stellen, zodat ze alsnog toegevoegd kunnen worden. Wij nemen u mee naar dit bijzonder gebeuren. Het is voor mij een groot genoegen om door de minister uitgenodigd te worden ter gelegenheid van deze dag. Om de onthulling van de foto's van de gewezen ministers van openbaar werken. Ik ben blij hier weer in mijn eigen huis weer te zijn, waar ik ongeveer 30 jaar heb doorgebracht. Dus ik ken die hele geschiedenis vanaf de brand van ons ministerie aan de waterkant tot heden. Minister, ik ben blij dat u als vakman, dat u benoemd bent geworden tot minister van dit ministerie, want we hebben een vakman nodig. En ik heb u gevolgd op de televisie dat u zeer efficiënt, zeer mobiel bent en de problemen zelf gaat zien met uw eigen ogen, waardoor u betere beslissingen kunt nemen. En ik ben ervan overtuigd dat u op de goede weg bent, gaat u zo door in het belang van openbare werken en in het belang van ons land Suriname. Ik heb in die periode bijzonder prettig gewerkt. Ik heb snelle promoties gemaakt toen, dankbaar aan de leiding van het ministerie toen. Ik heb zelf een studieopdracht gehad na die brug opgeleverd was. Vonden dat het werk goed verricht was en op tijd. En ik kreeg een studieopdracht om naar Amerika te gaan om verder te gaan studeren. En specifiek in de gezondheidstechniek. En daar heb ik op de Universiteit van Oklahoma. Ik had een opleiding van 2 jaar en dan was ik 1,5 jaar al klaar. En toen heeft men gezegd, meneer, u gaat nog niet terug naar Suriname. U heeft nog 1/2 jaar, ze hebben het budget nog voor 1/2 jaar. Dus u gaat wat stages lopen, wat ervaring opdoen. En daar. Zo heb ik zo heel Amerika doorkruist. En ik zal u zeggen, ik ben elke avond gekluist aan de televisie om te kijken hoe die politieke ontwikkelingen daar plaatsvinden. Er is een deel van mij ligt daar. Dus ik ben geïnteresseerd in dat land. Maar goed, toen ben ik teruggekomen en afgestudeerd in het bijzonder in afdeling watervoorziening. En ik ben belast hier geworden met de drinkwatervoorziening voor heel Suriname. Want u weet wel, toen had men watervoorziening in Paramaribo tot bepaalde strekking in de wegen. Nikeri had en Albina. En meer zorg. Maar de rest van het land had niet. Toen zijn wij begonnen met een boorprogramma. Speciaal daarvoor naar Amerika gegaan om een boormachine te kopen. Dat is ook gebeurd en met die boormachine heb ik jaren zelf achter de machine gestaan en naar bronnen geboord. Kwarasan, in Groningen, Nikeri, overal. Maar goed, minister heeft een zware taak. Maar u bent op de goede weg. U heeft een goede medewerkers. Een aantal van ze ken ik zelf ook. Ik heb ook met ze gewerkt. En gaat u zo voort. En ik ben ervan overtuigd dat het u zeker gaat lukken. U bent jong, ja, dynamisch. En dat is erg belangrijk in deze tijd. Want de problemen zijn niet mals.
Dat kan ik wel zeggen. Maar ik hoop dat u, uw medewerkers, directeuren, onderdirecteuren en afdelingshoofden en het personeel, dat u allemaal de medewerking verleent aan deze minister. Het is in het belang niet van de minister alleen, maar ook in het belang van het land. En in het belang van ons allemaal. Ik dank u. Bedankt dat iedereen aanwezig kan zijn. In het bijzonder een der vertegenwoordigers van de gewezen ministers, meneer Cyril Ramkisoor. Laat me gelijk zeggen dat vanwege COVID-omstandigheden we niet iedereen kunnen uitnodigen. En we zochten voor vandaag de minister die nog in leven is. Het is ons niet helemaal gelukt. Dus de eerste persoon die we bereid hebben kunnen vinden is in dit geval meneer Ramkisoor. En daarom is hij in die hoedanigheid hier. Maar goed, ik schrok eigenlijk ook van de geschiedenis van het ministerie voor openbare werken, want het ministerie heeft een lange geschiedenis. Uit de documenten blijkt hier dat in feite vanaf 1855 men al bezig was met initiatieven op het gebied van openbare werken. En het heette toen, het was ingesteld door de gouverneur Charles Pierre in een resolutie. En dat heette toen het bouwdepartement. Want natuurlijk heeft men altijd gebouwd in een land. En men probeerde vanaf toen 1855 het te regelen bij wet. En het was toen dus een resolutie. En het hoofd van het bouwdepartement, daarvoor was aangewezen een ingenieur. Zo staat het ook. En dat is belangrijk, want dat is de traditie geweest bij openbare werken, et cetera. En als we verder gaan in de geschiedenis, dan zien we dat in 1912... het bouwdepartement weer kwam op de agenda. En dit was leuk. Het bouwdepartement voor vaartuigen onder andere. Maar ook voor spoorwegen. Dat is bijzonder. En spoorwegen kennen we niet in onze organogram. Maar misschien moeten we het weer zetten. Want toen hadden we die spoorwegen inderdaad. Toch? Het was toen belangrijk. En ik hoorde in de woorden van meneer Ramke zo dat hij in zijn studie dat ook deed of bezig hield. Hij heeft de term spoorwegen ook gebruikt zo net in zijn dingen. Dus zo ziet u wat de geschiedenis was en wat het vandaag geworden is. En uiteindelijk 31 mei 1912 werd het departement openbare werken en verkeer geïntroduceerd. Zo is die naam uiteindelijk gekomen. En we zien hier in de geschiedenis dat in 1920 je de opsplitsing kreeg openbare werken, één departement en een tweede departement verkeer en water. Dat is eigenlijk kort die geschiedenis geweest van het ministerie. En in 1974, zoals meneer Ramkisoor zei, lees ik uit de documenten, aan de Kleine Waterstraat was het ministerie voor openbare werken toen gehuisvest. En uiteindelijk in 1982, als de documenten goed zijn, 1982 is iedereen naar hier verhuisd. En werd dit gebouw nieuw opgeleverd. Dus als het goed is, vanaf 1982 heeft het ministerie van openbare werken met zijn personeel hier intrek genomen. Dus dat is een aardige geschiedenis. Ik denk, meneer Pengel, dat we dit ook even moeten vastleggen in een poster en hier kunnen plakken op de muur. En wat hebben we gehad in die jaren? In feite hebben wij inderdaad besloten vanaf 1975 te kijken wie waren de gewezen ministers. En we zien vanaf 1975 tot heden dat je dus ongeveer 45 jaar hebt en ongeveer 20 ministers. Toch? Je gaat vragen waar is mijn foto? Ik heb die in mijn kamer opgehangen. Dus wanneer ik er niet ben, dan zorgen jullie ervoor dat die geplaatst wordt. Oké, okay, maar ik heb hem ready gezet. Hij is al gemaakt. Maar je hebt dus 20 ministers. En als ik gewoon uitga van een verkiezingscyclus van 5 jaren, dan zou je eigenlijk theoretisch 9 ministers moeten hebben. Dus iets is hier niet goed gegaan. Goed, ik ga afsluiten. Laat me zeggen dat ik al die gewezen ministers, er zijn zeker 20 van ze hier, moet bedanken voor het werk dat ze hebben gedaan afgelopen jaren. Iets viel mij wel op, meneer Pengel, dat er geen enkel vrouw hier is geweest. Dus misschien een oproep aan de politiek om de volgende keer te kijken naar vrouwelijke ministers, voordrachten voor vrouwelijke ministers. Toch, op andere ministeries hebben we dat gezien. En geloof maar, zijn ingenieurs, doctorandussen, meesters, die vrouwen zijn. Dus dat kan wel. Toch, dus een oproep aan de vrouwen om misschien harder te gaan werken op dit vakgebied.
ik ga tenslotte, want je hebt het niet gedaan door meneer Pengel. Ik wil tenslotte alle namen voor de formaliteit oplezen. Geen jaartallen. En daarmee ga ik afronden. En dan bedank ik jullie voor de aanwezigheid. En dan gaat meneer Pengel overnemen. Maar laat me de namen oplezen en u ziet de foto's. En daarna zal meneer Pengel de opening daarvan overnemen. We hebben gehad afgelopen jaren vanaf 1973 meneer Karabatali, meneer Ataula, meneer Shin Yu, meneer Chonky Sim, meneer Abdul. Deze persoon ga je ook kennen, was niet lang terug directeur van NH. Meneer Ramkisor is aanwezig, meneer Wolfram, meneer Yankee Prasad Singh, meneer Boksteen, meneer Ranjit Singh, ook bekend van het parlement, meneer Kallu, meneer Mangal, meneer Balisser, meneer Kanhai, meneer Abrahams, meneer Parmisser, die zit nu in het parlement, meneer Wolf, meneer Miranda, meneer Pengel en meneer Chotkan. Dat zijn de gewezen ministers geweest. Alsjeblieft, voor de tijd. We zijn aan het eind gekomen van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.